gaat even zien wat we gaan eten. Die is echt super lekker. Ik ben eigenlijk voorstander van niet belonen of straffen. Dit is het geworden. Frietjes die in de oven kunnen. Ik heb morgen mijn allereerste klant. Deze gebruik ik nu. Herkenbaar. Zo mooi om een vrouw zo te zien stralen. Plastic, fantastic. Dat heb ik voor een mooie onderbroek aan. Hallo, het is maandagochtend. Welkom in deze nieuwe weekvlog. Wij starten vandaag even heerlijk rustig op. Na het familieweekend dat we achter de rug hebben, was super leuk. Maar dan ben je toch ook wat vermoeid en heel veel was te doen. Gisteren laat naar bed, en vooral de kindjes ook, omdat Lea nog een teken in haar nek had die we bij de nightcare eruit moesten halen, omdat ons het zelf niet lukte. En binnen 24 uur moet hij eruit. Lea is hier dus even aan het dansen met Nijntje. Waar is de muziek? Waar is de muziek? Hier zat de teken. Dus die is nu gelukkig eruit. Ik ben gisteravond vergeten mijn hooikoortstablet te nemen. Dat merk ik meteen, dus ik ga die nu even pakken. Ben jij ze verstoppen? Ja. Zulke capsules. Als je van thuis weg bent zo'n weekend, dan raak je altijd geïnspireerd, vind ik, sneller dan wanneer je thuis in de flow zit. En zo heb ik ook met Maarten leuke wandelingen gemaakt, waarin we leuke gesprekken hebben gevoerd, onder andere ook over onze dromen. We hebben het natuurlijk, zoals jullie weten, ook vaak over reizen. Aan de andere kant ook over wat als we niet gaan reizen, wat willen we dan hier thuis nog graag. En een van de dingen die we thuis nog graag willen is dan, als we niet zouden focussen op reizen, zolder uitbouwen. Of in ieder geval de zolder ombouwen tot een leefbare kamer. Oh. Jij wilt altijd mijn boterhammen stelen. Nou, iets in ieder geval wat bij reizen en zolder uitbouwen past, is een stukje minimalisme weer toepassen. En de zolder op te gaan en alles wat we niet nodig hebben, wat daar staat, weg te gooien, te doneren of te verkopen. Dus ik hoop dat ik deze week ergens de tijd vind om daar nog iets in te doen. En Lea is natuurlijk weer verkouden. Kan je mijn boterham al beter? We hebben hier allemaal kleertjes nog die ik van zolder gehaald, die de kids niet meer passen. En ik ga ze even sorteren op maat. En mijn zusje is al bezig om wat data te vinden wanneer we op een rommelmarkt kunnen staan. En ik heb wat vriendinnen geappt van hey, welke maat heeft jouw kind? Dus ik ga nu even wat dingen sorteren. Terwijl Lea slaapt en Nikki ligt daar eventjes en kijkt schooltv. Lea is weer wakker. En dit zijn de tassen die ik meeneem naar een rommelmarkt. En dit zijn de tassen die ik nog even ga weggeven. Hey ladies! Het is inmiddels avond. Nikki is met papa naar zwemles. En Nikki gaat Lea zag de fiets staan van mij. Dus voordat ik ga koken, gaan we even een rondje fietsen. Kijken of ik het nog kan. Hi! Ik moet zeggen. Ik hou vast, mama. Ja, ik hou je vast. Ik moet zeggen, dat is lekker. Ja. Oh ja, ik zal hem vasthouden. Zoals ik in een eerdere vlog al eens vertelde, probeer ik soms het boodschappen doen een dagje uit te stellen. Zodat ik alle restjes ook echt opmaak. En zodat ik op die manier ook weer geld spaar. Dat heb ik nu ook weer gedaan. Ik ga even zien wat we gaan eten. Ovenfrietjes. Biologisch gehakt. Omgefronteld. Ja, gehaktballen. Maar ik duw die altijd plat, zodat ze sneller gaar zijn. Normaal doe ik er wat ei in en paneer meer. Maar we hebben geen ei meer. Dus voor de smeuïgheid en de smaak heb ik dit er nu bij gedaan. Voor mezelf maak ik dan falafels. Dan wat kapsijners. Zeg ik dat goed? ik vind het wel lekker. De kids vinden het niet super lekker. En Maarten volgens mij ook niet. Dus ja, probeer het wel iedere keer weer eventjes aan te bieden. Twee tomaatjes en nog een blikje mais. Dus dat gaan we vandaag opmaken. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in plantaardige mayonaise. Ik kocht eerst mayonaise van dit merk. In Duitsland. Alleen dat was vrij duur. En ik kreeg een tip van een vriendin die ook volledig vegan leeft. Van Rapley Mama.
deze van Remia. En die is echt super lekker en die is veel minder duur. Moet jullie even iets laten zien, jongens. Super leuk. Ik heb laatst toch die vlog gedeeld waarin ik uitleg dat Nick een beloningssysteem krijgt in verband met het leren uitslapen. Dan wil ik er wel even bij zeggen, ik ben eigenlijk voorstander van niet belonen of straffen, maar dingen gewoon doorspreken en uitleggen. Alleen in sommige situaties, bijvoorbeeld als het 's ochtends 5:30 is en je moet iedere keer weer opnieuw gaan discussiëren en uitleggen waarom het nog niet tijd is om op te staan, dan wil het bij ons toch wel echt helpen. En dan ben ik er ook wel voor in om een beloningssysteem er tegenaan te knallen. In de vorm van een stickersysteem. Op het moment dat hij heeft uitgeslapen. En uitslapen is dan natuurlijk niet 8 uur. Het moet wel een beetje realistisch zijn. Mousie. superleuk merk. Een vrouw die workshops geeft voor handlettering. Maar ook allerlei super mooie producten maakt. Die heeft na het zien van mijn vlog een beloningssysteem gemaakt wat kan en klaar is, waar je dus allemaal stickers op kunt plakken. Dus ik zal de link in de beschrijving zetten. Dit is het geworden, de Kanjer-kalender. Haar zoontje heeft meegeholpen bij het ontwerp van de jongensversie en dit is dan de meisjesversie. Super mooi geworden, vind ik. En dit is haar logo. Het is woensdagochtend, Nicky is naar school. Lea is lekker buiten aan het spelen, althans ze weet nog niet zo goed wat ze moet volgens mij zonder Nick. Ik ben net met Lea bij de Lidl geweest en ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Frietjes die in de oven kunnen. Aardappeltjes, potato broodjes, gewone aardappelen. Volkoren spaghetti, broodjes voor de lunch. Dit is walnotenbroodje van Lidl, echt een aanrader. Vooral met avocado en tomaat, heerlijk. Brood wat ik graag eet. Dit van de kids lekker. Gewone boterhammetjes. Dan hebben we zalmfilet en biologisch runder gehakt. En nu hebben ze dus ook deze biologisch bij de Lidl. Daar ben ik ook wel blij mee. Ga ik die ook eens uitproberen. Dit willen de kids heel graag op brood. Brie vinden ze ook lekker. Kaas, worst. Ook dit lusten de kids graag op een crackertje. Dit spreekt voor zich. Dan hebben we hier om een pizzaatje te beleggen. Pizzabodem met saus. En daar komt wat maïs op en wat champignonnetjes. Geraspte kaas. Voor de salade. En dit vinden de kinderen ook super lekker. Verse mais. De rest spreekt ook voor zich, denk ik. Die heb ik gekocht om het water wat een smaakje te geven wat we drinken. Dan hebben we het fruit, bananen. Dat gaat 's ochtends vaak in mijn havermoutpap. Of ik vind het ook lekker om daar shakes van te maken. Of zo gewoon op de hand. Aardbeidjes is Nick helemaal gek van. Appeltjes, appelmoes zonder suiker. Spaarrood drinken Maarten en ik graag. Een raadlertje vindt Maarten wel eens lekker na het werk. Dan hebben we hier de snackafdeling. Snacks voor de kids. Wc-papier en luier broekjes voor Lea. We hadden voor Lea broekjes van de DM. Maar volgens mij is ze er allergisch tegen. Ze heeft luieruitslag. En we zijn hier van test of het nou van deze komt of van de luiers van de DM. Want die gebruikten we door elkaar heen. Dus nu zijn we eventjes alleen met die van de Lidl bezig. En dit zijn dingetjes voor mijn eigen bedrijfje die ik nodig heb. Morgen mijn allereerste klant. Daar vertel ik jullie dan ook meer over. Dus dat zien jullie zo nog in deze vlog. Dit om de tafel wat leuk aan te kleden. Wat chocolaatjes voor erbij. Voor als de klant dat wil. En deze gebruik ik naast andere tijdschriften voor wat we gaan doen. Nu ga ik snel de boodschapjes opruimen, want ik heb nog niet gegeten. En ik heb niet veel in ieder geval. Dus ik heb honger. En dan kan ik ook eindelijk mijn hooikoorts tabletje nemen. Ik heb het al verteld, hè? Deze gebruik ik nu. En ik moet zeggen, ik nies nog steeds wel, maar veel minder dan hiervoor. Dus het lijkt een succes. We gaan zo Nicky ophalen, we, Lea en ik. En dan breng ik de kinderen naar oma. We gaan daar samen even lunchen. Gaat Lea daar slapen, hoop ik. En vanmiddag heb ik een afspraak met de, ik wil zeggen hypotheekadviseur, maar ik bedoel de belastingaangifteadviseur van mijn eigen bedrijf om gewoon eens even te sparren over het een en ander. De belastingadviseur is weg. Heel veel taal waar ik niks van snap. Maar waar ik wel een idee van heb. Gelukkig was Maarten er ook bij. En nu gaan we even een rondje wandelen. Zo. Ja, zeker.
Ze heeft het nog niet door met de trappertjes. En ik mag ze niet meer duwen. Dus dit is het nieuwe voor de weer. Moet ik hem... Moet ik zeker lopen. Wil je lopen? Wil je zeker lopen? Dat mag ook. Hey, mama, water. Nou, dat kan. Mama, dat ding duwen. Daar is water, ja. Herkenbaar? Het is 7:15 in de avond en Maarten die is nog even aan het werk. De kinderen liggen op bed. Ik ben iets aan het voorbereiden en wel de eerste coaching, de eerste officiële coaching sessie. Nou, het gaat over een stukje lifestyle coaching, laat ik het daar even bij houden. Ik zal jullie even laten zien wat ik klaar aan het leggen ben. Dus ja, morgenochtend gaat het dan echt gebeuren. Hallo, het is donderdagochtend, 8:45. Om 9:00 komt Mirna. Ik ben de laatste dingetjes aan het klaarzetten. En met haar ga ik dus mijn eerste officiële coaching sessie doen. Dus ik heb daar heel veel zin in. Lekkers op tafel. Hier het gerei. Hier wat materiaal. Wat rustige muziek op de achtergrond. Kaarsjes aan. Water koken voor de thee. Water koken voor de koffie. Nou, dat was een hele fijne ochtend. En ja, zo mooi om een vrouw zo te zien stralen, zeg maar. En ik kwam ook samen tot de ontdekking hoe goed het is om te investeren in jezelf. Soms lijkt het misschien egoïstisch, maar op het moment dat je dat doet, dat je er dan juist ook kan zijn. Nog meer kan zijn voor anderen. En ja, in plaats van 1000 dingen te gaan doen als een kip zonder kop, gewoon minder te doen en dat... Dat met passie te doen of nou ja. Het was in ieder geval een hele mooie ochtend. Echt leuk. En nu zit ik lekker even buiten. Lea ligt in bed. Die heb ik van de putterspeelzaal gehaald. Ik heb even mijn eigen vision boards gepakt. Om daar nog eens naar terug te kijken. En als ik die vision boards zie van vandaag van Mirna. Vorige keer van Marielle. Gewoon van andere vrouwen. Het is zo grappig en mooi om te zien. Dat iedereen echt zijn eigen draai eraan geeft. En zijn eigen manier heeft. En... zijn eigen kleuren en ja, super vet om te zien. Dus ja, misschien voor jullie ook wel eens leuk om te doen, een vision board te maken. Lea wilde niet slapen. Het is ook gewoon heel erg heet vandaag. Het is bijna 30 graden. Dus we gaan eventjes naar Brunsum en wat oranje kleren halen. En eventueel al voor sandalen of zo. Morgen is... Mogen ze in de koning spelen. Ah, het is... Zo, Nicky is weer lekker thuis. Dan zit hij even wat popcorn te eten en Zack en Kwek te kijken. Even bijkomen van school. En zo gaan we denk ik nog even lekker naar buiten, want het is echt super warm. Oh ja, hier, de schoentjes die ik heb... De schoentjes die ik heb gekocht. Het is een beetje plastic fantastic, maar ze hadden eigenlijk niet echt meer veel keus. Of niet meer, nog niet denk ik. En ze staan haar wel heel leuk. En deze voor Nick. En deze hebben we gekregen van vrienden. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Die vind ik ook heel leuk voor Nick. En nu moeders nog. Ik heb echt zo'n tussenmaat. Dus zomerschoenen zijn bij mij heel erg lastig. En ik heb zomaar naar de prijs kijken wat schoenen aangedaan. En één daarvan waren volgens mij Eco. Jongen. Die zaten zo lekker. Dat ik echt gewoon nog lekkerder dan... op de blote voeten. En toen keek ik naar de prijs, jongen. €89. Ja, dat gaat hem echt niet worden. Hoe lekker ze dan ook zitten. Dus ik hoop dat ik... ja, misschien bij de Decathlon eens slaag. Dan heb je ook van die sportieve sandaaltjes. Misschien zit er iets in wat gewoon zwart is. Wat nog enigszins... nou ja, ik moet nog op zoek naar schoentjes voor mij. Mama, mag ik nog een keer? Terwijl de kids even lekker buiten aan het spelen zijn, ben ik begonnen om wat beleg te maken voor de pizza die ik zou gaan maken. Hier is de bodem met de saus. Ja, heel eerlijk gezegd, het is gewoon van de Lidl, zo kan ik laten zien. En wat ik merk is dat het weer een nieuwe fase is. Ik weet nog dat ik vorig jaar, als de kids al buiten waren spelen, dit allemaal niet heel erg in rust kon doen, zeg maar. En dan stond ik hier een beetje met zo'n gespannen buik. Daar had ik eigenlijk altijd wel last van. Ik ben gespannen om dat zo te snijden en dan iedere keer even kijken. En je werd ook heel vaak geroepen of dan gingen ze huilen. En nu
Ze worden steeds zelfstandiger, spelen lekker met elkaar of alleen. En natuurlijk af en toe, nou, ik moet poepen of wat dan ook. Maar het wordt echt steeds minder. En ja, ik merk gewoon dat het weer een nieuwe fase is. En dat ik hier zeg maar in de rust kan snijden zonder die aangespannen buik. Herkennen jullie dat? Maarten belde net en ik was al een beetje op de klok aan het kijken. Zo van, hoe laat komt hij thuis? Want eigenlijk zou hij thuis moeten zijn en ik moet die pizza natuurlijk in de oven doen. Droge pizza is natuurlijk ook niet zo lekker. En dan belde hij van, ja, ik had een probleem, dus ik ben wat later. En met dat hij mij belt, werd er voor hem iemand aangereden of zo. Dus dan moet hij nou ook weer iets mee. Dus ja, ben ik even aan het denken. Wat doe ik? Pizza erin knallen of Maarten droge pizza laten eten? Herken maar. Ik heb geen idee wanneer Maarten thuis komt, dus ja, jullie raden het al, hij zit erin. Waar is de film? Heb je buiten gespeeld? Ja. Met spelletjes erin. Mag je zien? Waar helpen die dan voor? Wat? De pilletjes. Ja, nappen. Een zeebal opgepakt. Oh, dan staan een paar strepen weg. Zie je? Er zijn een paar strepen weg. Niet. Het hoort zo. Huh. Het hoort zo? Ja, eigenlijk moet er... Pizza zit er lekker uit, jongen. Eigenlijk moet er... Papa's thuis. Handschoenen van de dokter. Mama, zijn hand is gebroken. Pleisters. Wauw, wat heb je dat mooi gemaakt. Was mijn hand gebroken? Ja. Wat heb ik voor een mooie onderbroek aan? Dit heb ik vandaag gemaakt. Een ja. Vlag van Nederland. Ja. Amerika. Welke kleur moet boven? Rood. Goed zo. En de laatste. Ja. Een poppetje die ziek is. Die is grappig. Leuk dat je kijkt en wellicht tot de volgende vlog. Doei doei!